Hallo allemaal en welkom bij dit webinar op World Tapering Day. Academische kennis ten opzichte van ervaringskennis en de kloof daartussen in de psychiatrie. En ik heb hier drie gasten. Ewout Katouw, Floortje Schepers en Dr. Dick Bijl. En zij hebben een presentatie gemaakt, gaan we straks naar kijken. En eerst gaan zij zich even aan jullie voorstellen. Dus Ewout, mag ik met jou beginnen? Ja, mijn naam is Ewout Katouw. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb een boek geschreven over mijn ervaringen in psychiatrie. Het boek heet Wie is nou eigenlijk gek? En ik ben voorzitter van Stichting PIL. Stichting PIL houdt zich bezig met verantwoord omgaan met psychofarmaca. Floortje. Ja, mijn naam is Floortje Schepers. Ik ben psychiater, werk in het UMC Utrecht, ook kinder- en jeugdpsychiater. En zit in de Raad van Advies van Stichting PIL. En werk verder ook nog als wetenschappelijk directeur bij Kenniscentrum Frenos, wat zich richt op mensen met ernstige psychische problemen. En Dick Bijl. Dick Bijl, ik ben oud-huisarts en epidemioloog. En ik heb me gespecialiseerd in medicijnonderzoek. En heb daar honderden artikelen en een zevental boeken over geschreven. En ben op dit moment nog voorzitter van de Internationale Club van Medicijnbulletins. Okay. Well, for our English viewers, there will be subtitles in the presentation. And we're going to look at the presentation now. Beste mensen, welkom bij dit webinar over de kloof tussen de academische kennis en de ervaringskennis. Eigenlijk de kloof tussen de kennisbronnen rond het afbouwen van psychofarmaca. We gaan in dit webinar praten hierover. En ik doe dat samen met Floortje Schepers en Dick Bijl. Die stellen zich zo even aan jullie voor. Ik zal kort even zelf voorstellen en dan mogen hun. En daarna gaan we gewoon beginnen en dan gaan we over de thema's spreken rond dit onderwerp. Mijn naam is Ewout Katouw, ik ben ervaringsdeskundige en voorzitter van Stichting PIL. En ik heb zelf veel ervaring met het gebruiken en zeker ook met het afbouwen van psychiatrische medicijnen. Floortje, zou jij jezelf voor willen stellen? Jazeker, ik ben Floortje Schepers, ik ben psychiater, kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam in het UMC Utrecht en ook wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Frenos, wat zich richt op ernstige psychiatrische aandoeningen, eigenlijk mensen met ernstige psychische problemen. Ja, dank je. Dick? Ja, Dick Bijl, ik ben oud-huisarts en epidemioloog. Gespecialiseerd op het gebied van medicijnen. Ik ben op dit moment nog actief als ZZP'er en ik ben voorzitter van de internationale groep van medicijnbulletins. Ja, en je hebt ook veel onderzoeken over psychofarmaca geanalyseerd ook, hè? Ja, goed, ik ben 22 jaar betrokken geweest bij het geneesmiddelenbulletin en heb daar een paar honderd artikelen geschreven met speciale interesse voor psychofarmaca. Ja. En ik heb ook een aantal boeken erover geschreven. Ja, oké, dus we hebben eigenlijk verschillende kennisbronnen hier in dit panel zitten. Hè? Floortje, jij vanuit psychiatrie echt en ook als hoogleraar, maar ook de klinische ervaring. Dick, jij echt meer in de onderzoekskant en ik zelf eigenlijk gewoon de ervaringskennis eigenlijk, hè? De ervaringskant. En ik wou eigenlijk van jullie wel weten allebei, van wat leert die academische wereld ons eigenlijk over het afbouwen en ontwenning? Kunnen jullie daar wat over vertellen, wat jullie daar eigenlijk vanuit opleiding, onderzoeken, wat dan ook, daarover hebben geleerd en van weten? Nou ja, als ik mag beginnen. Ik heb tijdens mijn opleiding daar niets over geleerd. Althans niet tijdens mijn studie geneeskunde. Omdat toen ook in feite alleen nog maar die tricyclische antidepressiva beschikbaar waren. Later tijdens de huisartsenopleiding heb ik daar eigenlijk
ook niets over geleerd. Ik ben wel ik ben gepromoveerd op het onderwerp depressie en antidepressiva. En ik heb 20 jaar geleden, nog even nagekeken net, daar ook een stuk over geschreven, over het gebruik van antidepressiva. En toen hebben we al vastgesteld dat er een probleem was met het stoppen en het afbouwen van met name antidepressiva. En er zijn toen wel wat adviezen voor gegeven, maar daar is eigenlijk heel weinig mee gebeurd. Dus eigenlijk pas vanaf die een aantal jaren later dat patiënteninitiatieven hebben ertoe geleid dat Cinderella Therapeutics, hè, dat die zijn begonnen met het ontwerpen en produceren van toch een soort tapering strip. Dus dat is in feite mijn kennis hierover, die ik gekregen heb. Ja, oké. En Floortje, wat heb jij hierover geleerd? Wat is jouw kennis hierover en hoe is dat ontwikkeld? Dus ik herken heel erg wat Dick zegt over de opleiding. Dat eigenlijk in de geneeskundeopleiding heel weinig over afbouw van medicatie geleerd wordt. Wel over opbouw van medicatie, gek genoeg. Ik weet nog zo'n zinnetje wat je dan leerde al vroeg in de studie bij oude mensen. Start low and go slow. Hè? Dat was dan zo'n zinnetje dat je dus lager moest doseren en langzamer moest opbouwen. En ook bij kinderen gold die regel. Maar dat was het wel zo'n beetje. En afbouwen dus eigenlijk niet. Tijdens mijn opleiding tot psychiater heb ik veel psychofarmaco onderwijs gehad. Maar eigenlijk ook niet echt over afbouwen. Het was wel klinisch bij mij al vrij snel duidelijk dat afbouwen niet makkelijk was. Zeker omdat mensen soms zonder overleg stopten, omdat ze het gewoon niet meer wilden slikken. En dan merkte je ook wel dat mensen daar echt last van hadden. En dat werd dan toch in de eerste jaren van mijn opleiding vooral geduid als terugvallen, recidive van depressies of psychoses. Waarbij ik nu denk, dat zal toch ook wel vaak gewoon het afbouweffect geweest zijn. Wat we dan snel als recidief zagen. En dan ook weer snel gingen opbouwen. En weer gingen starten met medicatie. En eigenlijk een soort bewijs van, nou, je moet dus doorgaan met de pillen. Want je kunt kennelijk niet zonder. Ja. En wat er in richtlijnen en protocollen over staat, is ook niet al te veel. Het gaat meer over adviezen. Hoe lang moet je doorgaan bij één episode of twee of meer episodes? En daar staat wel wat opgenomen over dat je niet te snel moet afbouwen bij sommige psychofarmaca. Maar echte gerichte adviezen, hoe je dat dan met iemand afstemt en hoe je daar een soort persoonlijk afbouwprofiel van zou kunnen maken of waar je op moet letten, dat staat eigenlijk niet zo uitgebreid beschreven, ook niet in die richtlijnen en protocollen. Nee, dus eigenlijk is het ook in de klinische praktijk, was het ook een beetje zelf uitvogelen hoe het moet dan. Ja, daar komt het wel op neer. En iedereen begreep wel, je moet niet van het ene op het andere moment stoppen. Er zijn bepaalde psychofarmaca waar dat wel mee kan. Bijvoorbeeld met methylphenidaat. Dat zijn hele kortwerkende medicijnen waar je zelfs een weekend mee zou kunnen stoppen even als dat... Als dat handig is. Maar eigenlijk weten we wel van alle psychofarmaca dat je dat niet van de een op de andere dag moet doen. Maar hoe je dat goed begeleidt en waar je nou precies op moet letten en hoe je daar het goede onderscheid kunt maken tussen eigenlijk ontwenningsverschijnselen of onttrekkingsverschijnselen terugval. En terugval. Dat was toch een beetje proefondervindelijk. Ja. Ja, het is wel interessant wat je nu zegt, hè? Dat geadviseerd wordt om die middelen niet acuut te stoppen. Hè? En dat is juist in de onderzoeken met antidepressiva een enorme valkuil. Hè? Dat vaak wordt een nieuw antidepressivum onderzocht en dan bestaat één groep patiënten uit mensen die al een middel gebruiken en die dat dan abrupt stoppen.
En dan krijg je een soort cold turkey fenomeen, waarbij die mensen ja, acute onthoudingsverschijnselen krijgt. Dus dat wilde ik graag even toevoegen. Ja, dus het is eigenlijk de richtlijn die zegt niet heel veel erover, maar wel dat je in ieder geval niet in één keer moet stoppen. Dus dat is bekend. Maar wat jij zegt, Dick, is dat ze in de onderzoeken naar de medicijnen, dat dat vaak dan wel weer gebeurt. Ja, dat is een van de valkuilen. En ook de reden waarom bepaalde onderzoeksresultaten op voorhand al vertekend zijn. Ja, ja. Als je dit niet goed aanpakt. Ja, precies. Ja. Nou ja, het is mijn ervaring als ex-gebruiker van psychofarmaca eigenlijk ook. Want jullie zeggen van nou, daar is ons eigenlijk niet zoveel over geleerd. En mijn ervaring is ook dat ik daar eigenlijk nooit zoveel over gehoord heb. Dus ik heb... Floortje, ik hoor jou ook zeggen, ik moet dat ook klinisch zelf wat uitvogelen. Ja, ik heb het als gebruiker van die middelen ook zelf moeten uitvogelen. Hoe stop ik daarmee? En ik heb daarin gemerkt dat ik... In eerste instantie, ik ben 4 jaar geleden helemaal gestopt met al mijn medicijnen. En dat heb ik in eerste instantie wel aan de hand gedaan van wat ik in officiële richtlijnen kon vinden. En gebruiksaanwijzingen, nou ja, daar stond eigenlijk wel, of bijsluiters, daar stond dan wel eens van, je kan het in een aantal weken afbouwen en dan kun je milde ontwenningsverschijnselen en dat kan, maar dat reguleert zichzelf binnen een paar weken, moet je daarvan af zijn. Dus dat was wat ik een beetje vanuit de officiële lijnen meekreeg. En aan de hand daarvan ben ik ook wel gaan afbouwen. En ik heb dat wel veel ruimer gehouden dan die paar weken. Want ik dacht, nou, ik gebruik het al heel lang. Ik heb zelf 23 jaar gebruikt. Dus ik dacht, nou, ik moet daar toch wel iets meer tijd voor nemen. Dus ik heb 3 maanden aangehouden. Ik dacht, nou, dan zit ik wel heel safe. Een paar weken, 3 maanden. Ik dacht, nou, dan moet het wel goed komen. Maar dat kwam absoluut niet goed. En het is pas toen ik dood en doodziek werd van die ontwenning, dat ik zelf op zoek ging en ook peer support vond van allerlei ervaringsdeskundigen die dus aangaven dat het op die manier vaak niet werkt. En dat vond ik zelf eigenlijk heel ontluisterend. Ik denk, hé, hoe kan het nou dat ik dit moet leren van mede-ex-gebruikers en dit nooit heb gehoord of meegekregen van de mensen die het mij hebben voorgeschreven. Dus dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. En daarom, vandaar dat dit natuurlijk ook wel een goed item is om het hierover te hebben. Maar hebben jullie daar een verklaring voor hoe dat dan kan? Dat die ervaringskennis er eigenlijk wel is. En eigenlijk ook al heel lang kwam ik wel achter. En dat dat toch op een of andere manier niet samenkomt met die officiële richtlijnen, met die klinische ervaringen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar ook naar kijken. Nou ja. Ik denk dat het aan de ene kant te maken heeft met een kennistekort, hè, bij veel artsen. En bepaalde ontwikkelingen in de geneeskunde, ja, die doen er heel lang over om door te dringen tot daar waar het eigenlijk thuis hoort. Hè? Bij het onderwijs in de farmacotherapie. En artsen zijn eigenlijk niet zo gewend om dit soort zaken te bespreken met patiënten. Dus het is aan de ene kant een beetje een ondergeschoven kindje. Aan de andere kant is het ook wel een kwestie van emancipatie, denk ik, van het vak dat men die psychofarmaca toch jarenlang heeft beschouwd als het redmiddel voor de psychiaters. En men eigenlijk van problemen nauwelijks wilde horen. Kenmerken daarvoor is dat boekje van Christian Finkers, heet die geloof ik, hè? Gewoon even slikken. Net zoals je een paracetamolletje slikt. Ja, en dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, die bijwerkingen van die middelen, die zijn ernstig. En dat wordt nu geleidelijk aan steeds meer onder ogen gezien. En
Ja, kijk, ook patiënten zijn zich meer gaan roeren. Ze hebben zich verenigd in patiëntenorganisaties. Er worden wereldwijd steeds meer centra opgericht om mensen te begeleiden in het afbouwen en stoppen van die middelen. Dat zijn een aantal factoren die mij zo van belang lijken. Ja. En Floortje, ja, hoe... Ja, ik denk nog wel wat meer factoren die mee kunnen spelen. Dat is dus ook, denk ik, dat het verschil tussen afbouwverschijnselen en recidieven zo vaag is. Hè? Dus dat wat jij beschrijft net, Ewout, dat je 3 maanden afbouwt en dat eigenlijk al veel langer is dan de richtlijn zegt dat nodig is. En dat je toch nog steeds forse... klachten krijgt als je die middelen afbouwt, dat zegt iets over de enorme impact daarvan. En als je dat niet onder ogen ziet, dat zo lang en zo heftig het effect kan zijn, dan ga je toch snel denken, oh, het zal wel een terugval zijn van depressie of van angst of van andere problemen waarvoor je de middelen in eerste instantie slikte. Dus ik denk dat zeker ook heeft meegespeeld. Ik zeg zelf vaak tegen mensen die lang slikken dat ze er zelfs een jaar voor moeten uittrekken om heel geleidelijk aan steeds een klein beetje minder te slikken en dan steeds weer te voelen, gaat dit goed, hè? Een paar weken en dan pas weer een volgend stapje. Maar dat is puur intuïtief. En een andere factor die meespeelt is denk ik ook wat jij ook zegt, hè? Die stem van mensen die het slikken is niet zo krachtig heel lang geweest. Je hebt middelen die komen op de markt. En dan zijn in eerste instantie artsen nog best wel genegen om bijvoorbeeld een melding bij het LAREP te maken. Dat is dan het meldingscentrum voor bijwerkingen als er iets gebeurt wat niet verwacht wordt. Hè? Dus bij nieuwe middelen. Maar als nieuwe middelen lang op de markt zijn, dan worden die LAREP-meldingen eigenlijk ook al nauwelijks gedaan. Want ja, het is al zo lang op de markt. En dan klaagt een patiënt over een bijwerking, maar dan denk je, ja, dat zal al wel bekend zijn. Weet je, dan meld je niet meer. Laat staan dat je dat soort meldingen doet bij afbouwen van medicatie. Dus die individuele klachten die daarover in die spreekkamers besproken worden, die bundelen zich niet tot een soort rode draad of een harder geluid of een stevigere stem waar iemand van schrikt en zegt dit moet opgepakt worden. Dus en zeker omdat de onderzoeken die gedaan worden met medicijnen, die ervoor moeten zorgen dat een medicijn op de markt komt en toegestaan wordt, die gaan natuurlijk niet over afbouwen. Dus dat hele traject is eigenlijk een soort onbekend terrein. En daar krijg je dus bijna geen algemene informatie over. Dat zijn dus allemaal anekdotisch materiaal, hè? Anekdotes van mensen. En dat wordt toch minder serieus genomen of... dus dat maakt het ook wel lastig. Ja, en is ook eigenlijk steeds meer de gedachte dat je als een arts een patiënt een antidepressivum wil voorschrijven, dat hij eigenlijk het probleem van het afbouwen meteen in dat gesprek ook te sprake moet brengen. Zodat de patiënt daarop voorbereid is en zich dan eventueel ook kan afvragen of hij dat... allemaal wil. Dus dat is van belang, denk ik. Ja, ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg van belang. Maar wat ik inderdaad zo bijzonder vind, en dat heb ik wel vaker gemerkt, is, en dat maakt die kloof denk ik zo groot, dat je aan de ene kant die academische kennis hebt. Nou ja, Dick, wat jij ook al zegt, dat komt eigenlijk ook al vanuit die onderzoeken, hè? Dat noemen ze dan de randomized controlled trials, een gerandomiseerd onderzoek. Dan doen ze onderzoek naar de werking. Hoort je, jij zegt al, maar niet naar de afbouw en ontwenning. Dus die kennis die komt heel veel vanuit de spreekkamer van de cliënten, hulpvragen. Die geeft dat aan, maar dat wordt vaak wel weer weggedaan als ja, maar dat is anekdotisch en daar kan je wetenschappelijk niet zoveel mee. Dus wat ik mij dan afvraag, van, nou, hoe zorgen we dan... Dat al die anekdotes, want ik ben wel een beetje op zoek gegaan online, maar je vindt zo verschrikkelijk veel verhalen van mensen met dit soort ervaringen. En hoe zorg je dan dat die anekdote, al die anekdotes, dat ergens ook in die wetenschap ingebed raakt?
Ja, Ewout, ik denk dat dat een algemeen probleem is met de studie geneeskunde. En dat is toch het gebrek aan onderwijs in de farmacotherapie. Kijk, apothekers die weten daar heel veel van, hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ja, je zou willen, en dat, ja, dat werd 40 jaar geleden ook al geroepen door hoogleraar farmacotherapie, dat er veel meer aandacht voor moet zijn. Want het is natuurlijk niet alleen de psychofarmaca waarbij dit probleem speelt. Het is met heel veel medicijnen waar afbouwen een probleem is. Hè? Bijvoorbeeld beta-blokkers, die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris en hoge bloeddruk. Ja, die kun je ook niet zomaar stoppen. Dan krijg je ook problemen. Allerlei soorten pijnstillers. Dus voor mij speelt dat, dat een hele belangrijke rol. Dat onderwijs veel beter moet, zodat artsen veel beter hiermee kunnen omgaan. En het ook veel beter begrijpen. Het kunnen plaatsen als patiënt hierover klaar. Ja. Ja, precies. Maar als je kijkt naar het onderwijs, dan denk ik ook al van ja, hoe zorg je dan dat dat anekdotische bewijs, zeg maar, hè, als je dat überhaupt al als bewijs durft te zien, hoe krijg je dat daar dan ook ingebed? Nee, maar goed, dat is een kwestie van het onderwijs zelf. Hè. Ik bedoel, er zijn voldoende bewijzen dat dit probleem er is. Ik bedoel, er is ook literatuuronderzoek gedaan. En dat kunnen casuïstische mededelingen zijn. Maar er zijn ook meta-analyses gedaan. Dus samenvattende literatuuronderzoeken waaruit dit probleem naar voren komt. Dus kijk, ik denk dat jij op een ander aspect duidt. En dat is... Hoe krijg je de ervaring van patiënten, hoe krijgen die een betere plaats in richtlijnen en standaarden? Ja, ja. En daarvoor zou je ze moeten uitnodigen om mee te denken in een bepaalde fase van het opstellen van die richtlijnen. Ja, precies. Dus dan zou je inderdaad zeggen van goh, die ervaringskennis die moet je actiever inzetten bij het ontwikkelen van richtlijnen en dat soort zaken. Ja. Ja. En Floortje, hoe kijk jij ernaar? Hoe kunnen we zoiets vormgeven? Nou ja, kijk, ik denk sowieso of het nu gaat om psychofarmaca of gewoon überhaupt de ervaring van een psychisch probleem, een ontregeling of een fase in je leven waarin je heel erg vast komt te zitten, psychisch gezien, dat heel erg gaat over persoonlijke ervaringen waar je niet een soort generieke duiding aan kunt geven, maar waar je echt moet inzoomen op wat voor iemand persoonlijk de betekenis van die ontregeling is, maar ook van de ervaring van die psychofarmaca, hoe dat werkt bij iemand. Daar heb je dus verhalen voor nodig. We hebben in het UMC Utrecht een verhalenbank opgericht, waar inmiddels meer dan 200 verhalen in zitten, ervaringen van mensen met de psychiatrie. Die zeggen ook dingen over psychofarmaca. En die verhalen kun je ook analyseren op een wetenschappelijke manier, waardoor die kennis ook wat meer gewicht krijgt. Hè? Ja, dus er zijn best manieren voor. En ik denk toch ook, het is niet alleen het onderwijs over psychofarmaca en het afbouwen daarvan wat gaat helpen. Het is ook, denk ik, een veel genuanceerdere kijk op wat psychische ontregeling nou eigenlijk is en hoe je daarop ingrijpt. Hè? Of je dat chemisch moet doen of op een andere manier. Psyche is toch wel een heel verfijnd, complex fenomeen. En als dat ontregelt en je gaat daar chemisch op ingrijpen, dat kan soms nodig zijn als een systeem compleet vastzit. Maar doe het alsjeblieft zo kort mogelijk. En zorg daarna dat juist die balans weer op een natuurlijke manier herstelt. En dat kun je veel meer doen door gewoon contacten en relaties met mensen aan te gaan. En in die relatie te gaan werken aan een nieuwe balans. Want hoe langer je eigenlijk chemisch interveneert in dat hele fijngevoelige, complexe systeem, hoe meer dat systeem zich daar ook op gaat aanpassen. Ik weet nog, ik heb zelf onderzoek gedaan naar de effecten van clozapine. Dat is een antipsychoticum en heb ik MRI-scans gemaakt en ook naar neurotransmitters gekeken. En je zag gewoon dat
een langere tijd na het gebruik van die clozapine zag je gewoon bepaalde hersenstructuren in volume veranderen. Het is ook niet voor niks dat heel veel psychofarmaca niet van de een op de andere dag werken, maar dat dat soms weken overheen gaat. Dat betekent dat ja, die hersenen als het ware zich aanpassen aan dat middel. En daarin dus een soort balans gaan vinden met behulp van dat middel. Dus ja, dan begrijp je wel dat als je dat middel weer gaat afbouwen, dat er weer onbalans, disbalans ja, komt. Hè? Dat heel logisch is. Dus je moet altijd toch uitkijken bij systemen die we zo weinig begrijpen, waarvan we eigenlijk niet goed weten hoe dat nou in elkaar steekt, dat je daar met een grof middel, wat eigenlijk overal op ingrijpt, waarvan we eigenlijk het werkingsmechanisme niet eens goed doorgronden, dat je daar te lang, als het ware, blijft interveneren. Je moet daar, denk ik, toch heel zorgvuldig mee omgaan. En dat wordt ons ook te weinig aangeleerd. Het wordt te veel geleerd in termen van ziekte en gezondheid en medicijnen zijn middelen die mensen kunnen genezen en kunnen helpen. En als je vanuit dat paradigma psychofarmaca voorschrijft, ja, dan denk je dat je iets heel goeds aan het doen bent. Maar tegelijkertijd ben je ook iets aan het doen wat op de lange termijn misschien effecten heeft die nauwelijks te overzien zijn. Dus dat denk ik dat ook onderdeel van die opleiding zou moeten zijn van: wat begrijpen we hier nou eigenlijk van? Ja, tuurlijk, een antidepressivum grijpt aan op de serotonine-receptor. Maar hoe dat samenhangt met angst en depressie, dat snappen we eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, nog een kleine toevoeging. Toen ik studeerde, toen circuleerde er een leerboek farmacotherapie van Nelemans. En daarin werd heel duidelijk gesteld dat er maar weinig verschil is tussen een medicijn en een vergif. En dat studenten, behalve de therapeutische werking van medicijnen moeten kennen, ze ook les moeten krijgen in de toxicologie. En dat, ja goed, dat betreft natuurlijk ook de bijwerkingen. Dus ik denk dat daar enorm veel winst is te behalen als artsen inzien wat nu werkelijk de balans is van de werking en de bijwerkingen van medicijnen in het algemeen hoor, maar met name dus ook voor de psychofarmaca. En ik wil graag wijzen op de website van David Healy, risk.org, en daarin staan de meest ervaren bijwerkingen van medicijnen vermeld op basis van meldingen bij de Amerikaanse registratieautoriteit, de FDA. En dat geeft over het algemeen een uitstekend beeld van het hele bijwerkingenprofiel van medicijnen. Ja. Ja, mooi. Dus als ik het goed begrijp, dan wat jij zegt van we kunnen het over het afbouwen hebben, dat is goed. Maar eigenlijk moeten we het überhaupt ook over hebben van: maar wat is dat psychisch lijden precies? En wat doen die medicijnen er dan in? Welke rol moeten die daarin hebben? En vervolgens, wat weten we daar dan eigenlijk van? Want dat is ook dan maar nog maar de vraag. Ik weet toevallig zelf, ik heb zelf jarenlang ook te horen gekregen van: ja, maar er is in jouw hersenen dan iets wat niet goed zit. Hè? De missen stofjes. Nou ja, inmiddels weet ik dat hele verhaal ook een beetje, toch wel een behoorlijk gedebunked is, zeg maar. Maar dat zijn wel dingen die ik zelf als hulpvrager wel vaak gehoord heb. En dan denk ik van, de informatievoorziening van wat we nou werkelijk weten, dat is best nog wel een lastig stuk dus. Ja, zeker. Hoe ga je daar dan als wetenschapper, maar ook als klinicus, hoe ga je daarover communiceren? Zeg je dan van, ja, maar we weten eigenlijk wel wat het is en wat het doet. Maar die indruk heb ik altijd gekregen namelijk. Hè, dat men gewoon wel heel goed wist wat die middelen waren en deden. En hoe langer hoe meer ik daarover lees en met andere mensen over spreek, kom ik toch steeds meer de conclusie van: ja, maar zo heel veel weten we er eigenlijk niet van. Dus moeten we dan inderdaad niet veel terughoudender en voorzichtiger zijn. En wat jij al zei eerder ook, Floortje, dat als je die medicijnen lang gebruikt, dat het ook veranderingen geeft. Hè? Ik heb bijvoorbeeld zelf regelmatig van psychiaters gehoord van: nee, maar je hebt een halfwaardetijd, die stof zit een bepaalde tijd in je lichaam,
op het moment dat die stof uit je lichaam is, dus dat is een halfwaarde tijd van, nou ja, bij de een is dat een dag, bij de ander is het langer. Maar dan zou je in principe geen last meer moeten hebben van dat medicijn. Terwijl ik nu denk van, oké, ik ben nu 4 jaar van die medicijnen af. Het gaat wel steeds beter, maar ik ondervind nog steeds allerlei negatieve gevolgen daarvan. Dat is nog lang niet voorbij. Dus blijkbaar hebben die medicijnen toch zoveel veranderd in ergens in mijn systeem, dat lichaam nog steeds bezig is om dat te herstellen. Uiteraard, hè, dat, je kunt het ook vergelijken met ongezond eten. Natuurlijk, als je een hamburger eet, dan zit die 3 weken later niet nog steeds in je systeem. Maar de effecten van die hamburger zijn misschien nog wel traceerbaar of voelbaar. En hetzelfde geldt voor roken of voor heel veel koffie drinken of cola drinken. Of, weet je, het is natuurlijk niet zo dat als de halfwaardetijd kort is en de dag daarna dat die pillen niet meer in je bloed te vinden zijn, dat de effecten dan dus ook helemaal verdwenen zijn. Juist als je dagelijks eindeloze weken, maanden, jaren achter elkaar bepaalde middelen slikt, heeft dat een indirect effect op hoe je lichaam zich daarop aanpast en je hersenen in dit geval bij psychofarmaca zich daarop aanpassen. Ja. En er is ook een boek geschreven door Robert Whittaker, Anatomy of an Epidemic. Ja, prachtig. Waarin ook dat zo beschreven staat van ook bij antipsychotica, als je dopamine receptoren blokkeert, dan krijgt eigenlijk je brein de neiging om meer dopamine receptoren aan te maken, hè, om diezelfde overdracht voor elkaar te krijgen. Dus als je er dan plotseling mee stopt, heb je misschien wel het dubbele aantal dopamine receptoren, waardoor je extreem gevoelig wordt voor psychotische belevingen. He, dus je induceert daar eigenlijk een nieuwe gevoeligheid mee. Dat kan ook maar zo op die manier gebeuren. Dus, en omdat we het zo weinig begrijpen, moeten we daar niet te simpel over praten. Het wordt, jouw vergelijking van die stofjes in je hersenen, wordt ook wel vaak gezegd, het is net als met diabetes. Daar heb je insuline nodig, want dat maakt je lichaam niet goed aan. Ja. Maar die vergelijking gaat natuurlijk niet op. We kunnen helemaal niet meten in de hersenen welke stofjes je hoeveel moet hebben om een bepaalde emotie te kunnen ervaren of een bepaalde betekenis te kunnen geven aan het leven. Zo werkt het helemaal niet bij de psyche. Dus je moet ook uitkijken met die simpele metaforen die de suggestie wekken dat psychofarmaca vergelijkbaar zijn met insuline. Dat is gewoon niet zo. Nee, en dat heeft natuurlijk been. Dat heeft van alles te maken natuurlijk ook met marketing. Hè? En dit zijn hele sterke reclameslogans. Nee, het punt is natuurlijk dat we van die psychofarmaca gewoon heel weinig weten. We beginnen steeds meer te begrijpen van de bijwerkingen, ook op de langere termijn. Maar wat ze op korte termijn in het lichaam allemaal aanrichten, dat is, daar is absoluut nog niet heel veel van bekend. Maar we moeten ook niet doen, wat je zegt terecht, alsof we er al heel veel van af weten. We weten er heel erg weinig van af. En daarom past een voorzichtig voorschrijfgedrag over het algemeen heel goed en zeker in de huisartsenpraktijk bij veel voorkomende psychische of psychiatrische klachten. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, wat moet je dan niet eigenlijk zeggen? Want ja, ik heb daar zelf wel eens over nagedacht. Ook. Nu denk ik van oké, en dat zegt David Healy, zegt dat volgens mij ook, hè, van RIS.org. Maar ja, we werken in de psychiatrie met een biopsychosociaal model. En dat impliceert dat je naar al die verschillende gebieden goed kijkt. Maar volgens mij heeft David Healy ook wel eens gezegd van ja, maar ondertussen krijgt wel zo'n beetje iedereen die in de psychiatrie komt, krijgt die medicijnen. Dus je grijpt standaard biologisch in. Terwijl dan maar de vraag is, maar wat doe je dan eigenlijk op dat psychosociale stuk dan allemaal? En dan denk ik van, dat is misschien een kromme vergelijking hoor, maar als we het toch over metaforen hebben, dan denk ik van, ik heb er al eens over nagedacht. Dan denk ik, ik kom met bepaalde klachten bij een arts, bij een huisarts of psychiater, en dat is dat ik somber ben of me niet goed kan focussen of wat angstig ben, en dan krijg ik pillen.
Maar als we dat nou ook doen met, ik noem maar even wat, met kankermedicijnen, hè, met chemotherapie. Het is ook niet zo als ik naar de huisarts ga en ik zeg, ik heb een bobbeltje ergens, een knobbeltje, dat hij zegt, nou, dan gaan we je chemo geven. Daarvan zeggen we van, nou, dat zetten we in als we zeker weten dat je echt kanker hebt en dat moeten we bestrijden, dan zetten we dat in. Maar ik heb dan het idee van, bij de psychiatrie gebruiken we best wel zware middelen, al best wel heel snel. Ja, en dus moeten we daar niet inderdaad veel terughouden in zijn? Moeten we niet inderdaad zeggen van, nou, dat zetten we alleen in bij de echte, de ernstige, zware gevallen, waarin je allerlei andere dingen geprobeerd hebt, ja, die niet helpen. Dus als een leven gewoon meer in gevaar komt. Ja, natuurlijk. Sowieso een grondige analyse van de, niet alleen de klachten, maar juist ook de gebeurtenissen en de interacties die daaraan vooraf zijn gegaan en hoe die dingen met elkaar samenhangen en wat die klachten voor betekenis hebben, dat moet je zeker altijd heel goed doen voordat je iets met medicatie probeert te behandelen. En er zijn situaties waarin die grondige analyse nauwelijks mogelijk is, omdat je überhaupt geen contact meer met iemand krijgt. Hè? En dan, dan moet je bij wijze van spreken even iets doorbreken bijna om überhaupt weer te kunnen praten. Maar ja, zodra dat kan, is dat het eerste wat je te doen hebt. Hoe begrijpen we nou de situatie waar je in terecht bent gekomen? Wat zijn de knoppen waar we op kunnen drukken? En dan is psychofarmaca maar één heel klein knopje wat je het liefst zo kort mogelijk ingedrukt houdt. Omdat er nog zoveel andere wegen naar herstel zijn. En die moet je zeker bewandelen. Ja, dat is je levensweg. Dat is eigenlijk herstel. Hè? Het echte werk begint pas op het moment dat iemand, weer toegankelijk is of open staat voor gesprek. En daar kunnen pillen soms een rol in spelen. Maar dan ga je pas echt aan de slag. Nou, terecht. Je noemt een aantal voorbeelden van zware gevallen. En dat, die zul jij natuurlijk in je praktijk tegenkomen. In de huisartspraktijk is het natuurlijk zo dat vaak min of meer alledaagse klachten en problemen zijn. En het huisartsgenootschap adviseert ook om niet direct met psychofarmaca te beginnen, maar toch vooral ook een psychosociale, psychologische behandeling of überhaupt gewoon te praten met de patiënten. Want we moeten niet vergeten dat de meeste aandoeningen in de huisartspraktijk, die hebben een heel gunstig natuurlijk verloop. Dat betekent dat, ook al doe je niets, heel veel mensen spontaan opknappen. Nou, en als je daarbij, als je dat weet en je realiseert je ook dat psychotherapie, psychosociale therapie daaraan een hele goede bijdrage kan leveren, is het naar mijn idee aangewezen dat huisartsen vooral niet medicamenteus gaan behandelen en de ernstige gevallen inderdaad doorsturen naar een psychiater of naar het ziekenhuis. Ja, moet die psychiater dan wel altijd met medicijnen gaan behandelen? Hè? En als die al met medicijnen gaat behandelen, wat gaat hij daar dan bij vertellen? Ook over het mogelijk weer, of mogelijk, meestal toch weer moeten afbouwen daarvan. En wat dat inhoudt. Hè, wat vertelt, er is mij nooit wat over verteld. Van, joh, we schrijven dit voor. Maar ergens along the way zul je er ook weer vanaf moeten. Hè, en dat kun je het beste dan zus en zo doen. Dus überhaupt mij nooit verteld van hoe lang ik het dan eventueel zou moeten slikken. Dat vind ik ook heel bijzonder. Ik denk, waarom gaat het daar dan eigenlijk ook niet over? Hè? Dus los van de vraag of je überhaupt al moet beginnen, wat vertel je dan over het stoppen daar weer mee? Dat is ook wel een beetje een hiaat volgens mij. Ja. Zeker. Maar absoluut niet beperkt tot de psychiatrie. Hè? Het geldt voor heel veel chronische medicatie. Dat het voor patiënten gewoon moeilijk is tot zeer moeilijk om daarmee te stoppen. Bijvoorbeeld de maagzuurremmers, hè?
Vooral die sterkere middelen, de protonpompenremmers. Ja, daar kunnen mensen ook heel veel klachten krijgen als ze daarmee willen stoppen. Zozeer zelfs dat de klachten gewoon uitzonderlijk sterk weer terugkomen. Waardoor ze vergelijkbaar met antidepressiva geneigd zijn om die middelen weer te gebruiken. Dus ja, het is toch vooral, denk ik, aandacht voor de patiënt geven. En bij alle medicatie, voor zover dat van toepassing is, het probleem van het stoppen ook meteen bij het voorschrijven al bespreken. Ja. Ja, precies. Dat lijkt mij ook. Ja, en sowieso denk ik dat dat start low, go slow eigenlijk voor iedereen wel op zou kunnen gaan. Zeker zolang we eigenlijk het werkingsmechanisme van psychofarmaca zo weinig begrijpen. Het zeg maar het farmacologische werkingsmechanisme snappen we wel. Waar grijpt het op aan en wat gebeurt er dan? Maar de relatie met de psyche begrijpen we eigenlijk allerminst. En zolang dat zo is, moet je denk ik die slogan voor iedereen toepassen. En inderdaad zeker bij de start het afbouwen al gaan bespreken. Dat leidt ook tot beter samen beslissen. Hè? Hoe kun je een besluit nemen als patiënt als je eigenlijk niet goed weet waar je aan begint? En daar hoort dus die informatie bij. Dat kan niet anders. Dat mag niet ontbreken. Je kunt niet dat maar achterwege laten en dan ervan uitgaan dat een patiënt dat wel aanvoelt of daar niet zo belang aan hecht of zo. Ja, dat. Maar goed, dus dat zijn absoluut verbeterpunten. En zeker in de opleiding om artsen op die manier op te voeden. Ja, dat is wel en daar hoort denk ik ook zeker bij aandacht voor herhaalrecepten. Ik spreek nogal wat patiënten die antidepressiva 5, 10 of soms zelfs 20 jaar gebruiken. Omdat er geen enkele signaal die patiënt heeft bereikt dat er eens een keer mee moet stoppen. En op radio- en televisieuitzendingen is er ook al uitgebreid aandacht aan besteed. Dat is ook een belangrijk punt wat de arts in moet brengen, maar wat de patiënten zich ook moeten realiseren. Dat je niet eindeloos moet doorgebruiken. Ja. Nee, precies. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want, terwijl jullie er hier zo over praten, terwijl we het erover hebben, ben ik ook nog steeds aan het nadenken van hoe zorg je nou dat die betekenissen, die ervaringen die mensen hebben, dat die toch wat dominanter gaan worden in het hele discours hieromheen. Hè? Ik denk, Floortje, jij zegt al van, we hebben een verhalenbank. Dick, jij hebt het al, RIS.org, hè, waar eigenlijk ook ervaringen worden gemeld via de FDA. Maar ik ben toch nog een beetje op zoek naar, hè, want die kloof die is er gewoon nog steeds. En hoe zorgen we nou toch nog dat dat dichter bij elkaar komt? Hè? Dus dat die kennissen toch elkaar ergens kunnen vinden en dat meer op één lijn gaat komen. Dat vind ik toch nog wel een ingewikkeld stukje. Hè, dus hoe zorgen we ervoor? Die betekenissen, die ervaringen die mensen hebben die het jaren, soms decennia lang, wat je ook al zegt, Dick, soms 10, 20. Ik heb ze nogal langer gehoord, hoor. Mensen die meer dan 30 jaar al slikken. Terwijl daar überhaupt volgens mij weinig tot niks over bekend is wat het op zo'n lange termijn doet in je lijf. Hè? Ja. Dus wat is jullie kijk daarop? Hoe zorgen we dan dat die kennisbronnen toch veel meer hand in hand gaan in de hele ontwikkeling, het hele beeld wat we hebben rond die psychofarmaca en hoe we het in de praktijk inzetten? Nou, kijk, ik denk bijvoorbeeld zo'n stichting PIL die jij hebt opgericht, hè, om daar ook zeg maar die ervaringen te bundelen, het schrijven van een boek, zoals je dat gedaan hebt, dat ook al bijdraagt. Hè? Maar misschien moet je ook wel gerichter wetenschappelijk onderzoek doen. In Amsterdam loopt nu zo'n trial, hè, maar dan kun je ook wel weer afvragen, is nou de opzet van zo'n trial wel echt gericht op de ervaringen van mensen of toch weer heel geprotocoleerd in vast vooraf bepaalde stappen, hoe je dan afbouwt en hoe je dan meet of dat bijwerkingen geeft of niet, hè? Onttrekkingsverschijnselen. Soms ervaar je die dus maanden later nog.
Terwijl je al lang gestopt bent met dat middel. Dus hoe vang je dat nou allemaal? Daar zou je ook onderzoek naar kunnen doen. Vooral voor en door ervaringsdeskundigen. Die zelf gaan bepalen hoe moet zo'n protocol er nou uitzien. Wat hebben wij ervaren? Wat is daar voor type onderzoek passend bij? Is dat misschien meer kwalitatief onderzoek of met focusgroepen of actieonderzoek? Of gewoon andere vormen van kenniscreatie, waardoor je die ervaringen bundelt tot een sterk geluid van let hierop. En hier dit moet je oppakken in je richtlijnen, in je protocollen moet hier iets mee. Dus dat is toch de weg voorwaarts. En dat is eigenlijk vanuit de ervaring richting de wetenschap. Maar je zou de omgekeerde beweging ook willen. Hè? Dat de wetenschap zich meer richting die ervaring beweegt. En ja, hoe zorg je ervoor dat onderzoekers en klinici, professionals zich openstellen voor die ervaringen op een manier dat ze het ook letterlijk tot zich door laten dringen en daar de consequenties van onder ogen gaan zien. Ja, dat is toch door dit soort initiatieven waar ik het net over had, waar jij zo bij betrokken bent, Ewout. Je moet mensen soms ook in hun hart raken met een voorbeeld wat het voor iemands leven betekend heeft. En als iemand zich daar dan voor openstelt, hoop je dat hij daar anders naar gaat kijken en ook anders naar gaat handelen uiteindelijk, ja. Ja. Toch heb ik het idee, Ewout, dat er de laatste jaren toch wel behoorlijk wat veranderd is, hoor, in positieve zin. Ik geef met jou dan ook lezingen. Ik geef ook met andere mensen lezingen. Ja, en dat verbaast heel veel toehoorders wat er allemaal kan gebeuren met die psychofarmaca. Ik denk dat het ook van belang is dat mensen hun ervaringen delen in de media. Hè? Dat ze stukken schrijven voor tijdschriften, voor kranten, zich laten interviewen. Maar het is ook denk ik wel een politiek probleem. En ik realiseer me dat er weinig artsen en apothekers in de Eerste en Tweede Kamer zitten, maar het is natuurlijk wel van belang om die politici informatie te blijven geven, zodat ze goed op de hoogte zijn van welke belangen allemaal meegewogen moeten worden in hun beslissing. Ja. Ja, want als je het daarover hebt ook, hè, dan denk ik van, nou kijk, tenminste, dat staat mij in beeld. Ik denk, die farmaceutische industrie doen onderzoek naar de werking van de middelen. He? Nou, Dick, jij hebt daar boeken over geschreven. Wij geven inderdaad samen lezingen. Daar vertel jij ook van alles over hoe betrouwbaar die onderzoeken eigenlijk dan wel of niet zijn. Maar dat is dan onderzoek naar de werking ervan. Maar het afbouwen daarvan. Floortje, jij refereert al even naar een onderzoek. En dat is volgens mij ook een randomized control trial dat in Amsterdam loopt over het afbouwen. Jim Verhoeven en Peter Groot, die hebben cohortonderzoek gedaan. Ik denk ook van ja, maar vangen we die betekenissen wel in die randomized control trials, in die wetenschappelijk opgezette onderzoeken? Hè? Want we meten daar van alles, maar meten we wel wat we echt willen weten? Halen we daar wel echt de betekenissen uit dan? Ja. Nou ja, dat gaat eigenlijk al niet, hè? Betekenis is een subjectieve ervaring. En die kun je niet in een generieke vragenlijst vangen. Hè? Want dan ga je vooraf structureren en dan zeg je dit vinden wij belangrijke kenmerken. En dan mag iedereen daar voor zichzelf een score op geven. Dus je probeert eigenlijk de ervaring, de beleving, de betekenis, de subjectiviteit van wat mensen in hun leven meemaken, probeer je in een vooraf gestructureerde generieke vragenlijst te vangen. En dan moet je er ook nog van uitgaan dat al die mensen die lijst invullen, die vragen op exact dezelfde manier interpreteren, wat natuurlijk eigenlijk ook al niet klopt. Dus nee, ik denk niet dat dat type onderzoek passend is bij wat je eigenlijk boven tafel wil houden. Hè? Van wat is nou de impact van die medicijnen geweest op je leven en van dat afbouw? Wat heeft het met je gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Wat heb je daarmee in ervaren en hoe lang heeft dat allemaal geduurd? Dat is een narratief wat je boven tafel wil krijgen en niet een vragenlijst. Want dan gaan wij bepalen, de onderzoekers of de klinici, wat we relevant vinden. En daar ging het nou net niet om. Dus dat vraagt dus ander type onderzoek. Kwalitatief onderzoek misschien, of met focusgroepen, of wat ik al zei, actieonderzoek. Hè, dat je aanschuift
bij het leven en dan kijkt wat daar gebeurt, observeert. Etnografisch onderzoek. Nou, er zijn allerlei type onderzoeken die veel meer passen bij deze vraag die jij hebt. Ja. En dat we grijpen naar een RCT of op die manier doen, dat is ook omdat we dat heel goed kunnen. Dat is dat en goed kennen. Dus dan en daar krijg je dan geld voor van een subsidieverstrekker. Nou ja, en dan ga je dat doen. Maar ik ben het met jou eens. Het is maar de vraag of je daarmee echt vangt wat de impact is van dit soort levensveranderende fenomenen. Ja. Ewoutje, ik denk dat jullie met je vereniging en ook individuele patiënten hun stem veel meer moeten laten horen. In de psychiatrie, in de huisartsgeneeskunde is er wel sprake van een toenemend bewustzijn van deze problemen. Maar uiteindelijk zijn het toch de politici die hier iets aan moeten veranderen. En dan zul je toch je stem veel harder moeten laten horen. Ja, dus eigenlijk moeten de ervaringsdeskundigen moeten wat activistischer worden richting politiek, was wat jij eigenlijk zegt. Ja, dat vind ik wel. Kijk eens, ik heb een paar jaar geleden in het Europees Parlement een voordracht gehouden over de pillenproblemen. En daar zat toen ook de adjunct-directeur van de EMA. En die zei van ja, meneer Bijl, ik ben het eigenlijk wel met u eens met die problemen. Dat ze daar iets aan moeten doen. Maar we kunnen er niets aan doen, omdat de politiek ons geen middelen in handen geeft om er iets aan te doen. Dus een absolute oproep om je actiever op te stellen. Ja, dus het geluid richting politiek beleid moet dan wat dat betreft gewoon sterker worden. Ja. Ja. Oké, okay. Floortje, wat vind jij daarvan? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk zeker dat het een poging waard is om de politiek te beïnvloeden. Ik weet niet hoeveel invloed de politiek vervolgens weer heeft op het beleid als het gaat over farmacotherapie. Hè? Want nou ja, ik denk dat de macht van Big Pharma enorm is en dat het heel erg lastig is om daar ook vanuit de politiek sturing aan te geven. En uiteindelijk denk ik toch ook wel weer, er is toch maar één iemand die dat recept schrijft. En dat is die dokter. Dus ja. Als je die snel en goed en in het hart en in het hoofd kunt raken, dan ben je denk ik beter af dan als je de route via de politiek probeert. Of via de beïnvloeding van die enorme lobby en machtspartijen. Ik denk dat je het allebei moet doen, maar ik ben zelf meer van, nou ja, laten we aan de hand van voorbeelden en goed uitleggen hoe dingen zitten in het onderwijs, in de opleiding, maar ook in de klinische praktijk, door te reflecteren met elkaar, de goede boeken te lezen en daarover te discussiëren, de juiste dingen gaan doen. Ik denk dat uiteindelijk zijn hulpverleners toch mensen die natuurlijk het liefst willen helpen. Ja. Hè? En ook willen dat ze schrijven die medicijnen niet voor vanuit een intentie om iemand voor de rest van zijn leven met een probleem op te zadelen. Hè, ze hebben weinig tijd en ze doen het misschien af en toe wat gemakzuchtig. Hè? Het is makkelijker om een recept voor te schrijven dan een moeilijk gesprek te voeren. Maar de intentie is wel mensen te helpen. En als je ze doordringt van het feit dat je ze hiermee soms verder van huis helpt, dan zou het kunnen zijn dat daar het gedrag door gaat veranderen. Dat zou wat mij betreft toch ook wel een belangrijke route zijn voor beïnvloeding. Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk samenvattend kun je stellen, er is gewoon een grote kloof tussen de ervaringskennis en de klinische en academische kennis. Dit is lang niet gehoord. Eigenlijk weten we überhaupt niet zo heel veel over wat die medicijnen nou precies doen. En zeker op de lange termijn niet. Ontwenning, afbouw, ontwenning. Daar weet men eigenlijk ook te weinig vanaf. Wordt niet goed onderwezen. Überhaupt toxicologie, waar jij het over hebt, Dick, is natuurlijk wel een belangrijk punt. En om dat te veranderen,
moeten we eigenlijk toch wel zorgen dat die ervaringen, die belevingen, toch wat prominenter naar boven komen. Door het te delen met elkaar, door de media op te zoeken, door boeken te schrijven, door in gesprek te gaan, in dialoog te gaan. Naar politiek, whatever. Klinkt als een enorme opgave voor al die ervaringsdeskundigen sowieso. Ik denk ook dat we daarin met z'n allen ook op moeten trekken. Hè? Dus dat we handen in elkaar moeten slaan en dat met z'n allen moeten doen. Dat is ook heel belangrijk is. En Dick, wij geven samen lezingen. Floortje, wij hebben recent ergens een soort van lezing gedaan. Ja. Dat is in mijn optiek, op mijn optiek zijn dat ook hele mooie samenwerkingen. Hè, waarin je gaat zeggen van goh, je gaat samen eigenlijk de boeren op. En je gaat samen bewustzijn creëren rond deze problemen. Dus misschien is dat voorlopig het beste wat we kunnen doen. Ja. Zo is het. Spread the word. Ja. We gaan ermee door. Ja, zeker. Nou, ik denk we zijn al een mooi eindje op rit. Ik denk dat we. Kijk, hier valt natuurlijk enorm veel over te vertellen. En je kan het hier in principe uren over hebben. Want er zitten zoveel aspecten aan. Hè? Er zitten zoveel verschillende belangen aan. En, nou, dus je kan hier natuurlijk heel lang over praten. Ik denk voor dit webinar dat we een redelijk beeld hebben kunnen geven. Over de kloof tussen die verschillende kennisbronnen. En. Ik wil jullie hartelijk danken dat jullie mee hebben gedaan. En ik hoop dat we in de toekomst vaak gaan samenwerken om het bewustzijn verder te vergroten. Oké. Jij ook bedankt. Oké. Jullie bedankt. Ja, hartstikke fijn. En de luisteraar, we hebben zo in de live in de webinar kunnen jullie ons vragen gaan stellen. Dus hopelijk tot straks dan. Oké. Nou, dan was dat hem. Prima. Heel goed. Ik denk dat Carol er nog wel even in komt. Hallo allemaal, daar zijn we weer. Well, everybody, I think this was a really interesting webinar. Thank you very much, Ewout, Floortje en Dick, for recording this for us. And now we have to find out where Dick is. Ik begin maar vast even met een vraag te stellen, want er zijn een heleboel interessante vragen gesteld. Mensen geven heel veel opmerkingen van kritiek op de psychiaters. Er wordt slecht geluisterd. Hoe komt het dat de klachten van patiënten in de psychiatrie zo vaak als psychosomatiek worden bestempeld? Mensen voelen zich niet serieus genomen, niet geloofd. En ik denk dan samenvattend, moet die hele opleiding niet een beetje op de schop eigenlijk? Ik hoor iets. Dick? Ja? Je bent niet in beeld, maar je bent wel te horen. Ja, maar hij geeft aan dat dat niet kan. Ik zal het even opnieuw samenvatten. In de Q&A-box zie ik heel veel klachten, opmerkingen over psychiaters. Mensen zeggen er wordt slecht geluisterd. Hoe komt het dat klachten van patiënten zo vaak als psychosomatisch worden bestempeld? Mensen voelen dat ze niet serieus genomen worden en ook niet geloofd. Waardoor dan bijvoorbeeld een arts of psychiater ook gaat ophogen, terwijl mensen dat helemaal niet willen. Dus ik dacht samenvattend, zou die hele opleiding niet op de schop moeten? Nou, dat is nogal een vraag natuurlijk, hè? Nogal een opmerking. Kijk, ik denk dat het zo is dat met betrekking tot psychische en psychiatrische klachten er eigenlijk al decennia lang sprake is van een soort golfbeweging tussen psychologen en psychiaters. En de psychiaters die zijn... vooral de laatste decennia erg biologisch georiënteerd. Hè? Zij vinden dat de meeste psychiatrische ziektebeelden hersenziekten zijn. Hè? En dat die behandeld moeten worden met medicatie. En dat maakt dat
er weinig aandacht is voor de verhalen van mensen. Dus wat ze zelf hebben meegemaakt, live events. Ze vinden dat dat er niet veel toe doet. Het gaat erom dat je de klachten moet behandelen met medicatie. En dat, nou ja, goed, daar is natuurlijk in toenemende mate weerstand tegen. Er is ook veel onderzoek wat natuurlijk erop duidt dat er helemaal geen sprake is van hersenziektes. Hè? Dat het vooral dus de levenservaringen zijn van mensen die maakt dat ze klachten krijgen. Dus daar is wel veel aan gaande op dat gebied. Maar er moet natuurlijk veel meer aandacht zijn in de opleiding voor psychiaters om weer te leren praten met de mensen. Want mensen willen hun verhaal kwijt. Daarvoor zijn ze in eerste instantie vaak naar de huisarts gegaan. Maar dat verwachten ze toch ook wel een beetje van de psychiaters. En als zij dat niet kunnen bieden, ja, dan doen ze de patiënt in mijn mening heel duidelijk tekort. En ik vind trouwens, ja, je zegt het wordt makkelijk als psychosomatisch geduid. Ik vind dat, ja, dat vind ik niet helemaal terecht, denk ik. Ik denk dat dat een hele andere categorie is. Maar dat voert op dit moment mijn idee te ver om daar op in te gaan. Nou, het is meer dat ik best wat opmerkingen voorbij zie komen van mensen die zeggen, ik word niet geloofd als ik zeg, ik ervaar dit of ik ervaar dat. Dat slecht luisteren en het vervolgens niet geloven, dat is wel een punt. Nou ja, dat heeft te maken met serieus nemen. Hè? Ja. En als je dat als arts niet doet, dan ben je gewoon een slechte arts als je niet goed kunt luisteren. Dus dat is voor mij heel, heel evident hoor. Toen ik ruim 30 jaar geleden de huisartsenopleiding deed, toen werd ons dat expliciet geleerd om het verhaal achter de hulpvraag te krijgen van de patiënten. Dus dat betekent dat je de patiënten heel duidelijk de gelegenheid geeft om hun verhaal te vertellen. En dan ook de hulpvraag exploreren heet dat. En dat dat leren ze nog steeds wel een beetje, maar dat was meer dan 30 jaar geleden toch een hot topic in huisartsgeneeskunde. En dat was in de psychiatrie ook nog wel een beetje het geval, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Ik denk dat het er ook wel heel veel mee heeft te maken met vanuit welke bril je naar de mens kijkt en ook überhaupt naar psychisch lijden kijkt. Hè? In de psychiatrie hebben we toch zijn daar echt wel verschuivingen in geweest. Nou, Dick zegt al terecht van het is de laatste decennia toch wordt het veel als biologisch gezien. En het is maar de vraag of dat model dan klopt. Hoe je naar mensen kijkt en ook hoe je naar psychisch lijden kijkt. Van wat is psychisch lijden dan? Hè? Zijn dat dan inderdaad soort van ziekte-entiteiten? Of heeft dat veel meer te maken met de interactie met jezelf, met je omgeving? Zit het in existentiële vragen? En nou ja, Floortje, jij hebt een boek geschreven, Mensen zijn ingewikkeld, waarin je dat eigenlijk ook heel, heel goed uitlegt. Hè? Dat het veel complexer is vaak. En dat denk ik ook, van als mensen psychisch ontregelen, dan kan dat met zoveel verschillende factoren te maken hebben. En je kan daar niet een reductionistisch systeem opzetten. He, wat in de psychiatrie soms, ben ik bang, wel eens wat gebeurt, ook met die DSM, he, dat het een beetje soort vaststaande categorieën zijn waarin je iets wel of niet hebt. Dus ik denk het hele concept van wat is dan psychisch lijden, dat we daar ook nog wel eens veel kritischer naar mogen kijken en met name heel terughoudend moeten zijn in uitleg geven dat we of denken dat we wel weten hoe het zit. Dus dat we daar veel meer met verwondering naar moeten kijken en een stuk terughoudender moeten zijn in hele expliciete uitspraken daarover doen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Ewout. Heb je heel goed samengevat, ja. Nou, dan is er ook nog iemand die zegt,
waarom moet de politiek eigenlijk iets veranderen? Het is immers een problematiek van de sector. Maar ja, dan vraag je natuurlijk de sector om zelfreflectie. En die schijnt niet zo heel erg aanwezig te zijn. Wat kunnen jullie daarover zeggen? Zelfreflectie. Ja, nou dat is mooi, want ik heb van de week net voor onze stichting nog een podcast aflevering online gezet, waarin ik ook een psychiater interviewde. Die, in dat gesprek hadden we het daar ook over reflectie, over het eigen handelen, hè, als psychiatrie. En ik heb voor mijn boek ook gewoon oud-behandelaren geïnterviewd en verschillende deskundigen. En bij een aantal oud-behandelaren, bij sommigen merkte ik van ja, die waren heel reflectief. En die keken ook terug naar zeg maar hoe zij in mijn behandeling hebben gestaan. En konden ook goed kijken van ja, als ik dan terugkijk, dan denk ik inderdaad dat dit of dat. Nee, daar keek ik toen zo naar, maar eigenlijk klopt dat niet. En dan reflecteerden die personen erop. Terwijl er ook al een aantal oud-behandelaren waren, waarin ik gewoon eigenlijk weinig tot geen reflecties zag. Zeker op het eigen handelen niet. Dus ik denk van, en daar had ik het dus met die psychiater in die podcast ook al. Ik zei van ja, dat is nog wel eens een dingetje, zeg maar. Hè? Het eigen reflectief vermogen van wat klopt het wat we doen. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect is. Daar zou wel wat meer aandacht voor mogen, denk ik. En ook echt het kritisch, dat met name ook het kritisch kijken naar de modellen waarin je in opgeleid wordt. Ja. He, niet standaard alles wat je krijgt voorgeschoteld, erin stampen en het aannemen voor waarheid, maar altijd je afvragen, klopt het eigenlijk wel wat ik hier leer? Klopt het eigenlijk wel deze theorie? Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Maar dat is misschien wel veel gevraagd van iemand die nog in opleiding zit. Nee, denk ik niet. Nee, ik heb ooit wel eens een psychiater gesproken op een plek waar ik werkte. Die zei dat hij heel blij was met stagiaires. En toen dacht ik van ja, natuurlijk, dat zijn goedkope krachten en zo. Maar hij zei nee, hij zei stagiaires die komen vaak met een hele verse blik in het werkveld. En die kijken om zich heen en die zijn vaak nog onbevangen en hebben nog weinig geleerd, maar die kijken gewoon om zich heen en die zien daarbij dingen doen. En die denken, hè, hoezo doen jullie dat? En die stellen daar vragen over. Hij zei, en dat is heel belangrijk. En ik denk dat als je, hoe meer je leert, misschien dat je dat deel, die onbevangenheid, dat vragen, het verwonderd zijn, dat je dat misschien op lange termijn wel wat meer te veel kwijtraakt. Iemand anders zegt, Als zo'n hele behandeling in de psychiatrie, als dat allemaal zo complex is en zo langdurend, zou er dan niet multidisciplinaire steun moeten zijn voor cliënten? Dat er ook nog iemand anders meekijkt. Mag ik nog even op die vorige vraag ingaan over het punt van zelfreflectie? Hè? Ik denk dat dat toch wel heel veel gevraagd is, hoor, voor iemand die in opleiding is. Als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld hoge bloeddruk, hè, dat is een duidelijk gedefinieerd beeld. En je kunt dat meten met behulp van een bloeddrukmeter. Hè. Er is denk ik vrijwel geen student geneeskunde of in opleiding tot internist die dat ter discussie stelt of durft te stellen. Ja, het is gewoon een aanname en heel veel onderzoek is daarop gebaseerd. En ja, als je te veel van die zaken ter discussie stelt, dan wordt er ook vooral, denk ik, makkelijk tegen je gezegd van ga een ander vak doen. Jij gelooft niet of hebt geen vertrouwen in wat wij hebben bedacht en wat ja, wereldwijd eigenlijk gewoon dagelijks wordt toegepast. Dus ik denk dat dat niet zo makkelijk is, eerlijk gezegd. En tijdens je studie geneeskunde is dat misschien wat anders. Hè? Dan, althans, wij kregen ook nog wel eens een les van psychologen die een wat ander beeld hadden op de hele materie van psychische en psychiatrische klachten. Maar ja, als je in de opleiding bent tot psychiater, ik denk dat dat toch wel moeilijk wordt
om daar regelmatig vraagtekens in het openbaar bij te stellen. Nou, Floortje, jij bent opgeleid tot psychiater. Hoe kijk jij daarna dan? Nou, ik ben het wel eens met Dick Bell dat het wel erg veel gevraagd is om dit van jonge mensen die nog in opleiding zijn en onzeker zijn over hoe ze als professionals straks hun werk moeten gaan doen, al te gaan vragen om te reflecteren op alles wat ze leren. En daarom is het ook zo belangrijk dat de docenten dat doen. Ja, dus als je docenten hebt die kennis overdragen aan leerlingen op een manier dat dat de waarheid is en dat ze daar niet van af kunnen wijken, dan doe je dat niet goed. En docenten zijn, als het goed is, wijs genoeg om uit te leggen aan leerlingen dat je kennis, dat dat één aspect is, maar dat je altijd een afweging maakt als je tegenover iemand zit, of je die kennis inzet of niet. En dat die kennis ook niet zo snoeihard is als hij soms lijkt. Hè? En niet zo zwart-wit is als hij soms lijkt. Dus ik denk dat er meer een rol en taak voor de opleiders zit om dit goed te doen, dan om die druk al bij leerlingen te leggen. Overigens is zelfreflectie voor ieder mens ongelooflijk lastig. Mm-hmm. Als je zit heel erg in je eigen perspectief en zo kijk je naar de wereld en jezelf. En ja, als je dat moet loslaten, dat voelt ook heel ongemakkelijk en onveilig soms. Dus patiënten, professionals, beleidsmedewerkers, iedereen redeneert vanuit zijn eigen context en perspectief. En reflecteren daarop vraagt de moed om uit dat perspectief te stappen en anders naar je eigen overtuigingen te kijken. Daarom ben ik ook altijd voor dialoog in plaats van debat of discussie. Hè. In debat en discussie sta je tegenover elkaar en probeer je de ander te overtuigen van jouw gelijk. Maar in dialoog stap je eigenlijk een gesprek in met de intentie om je overtuigingen bij te stellen en los te laten. Nou, hoe vaak doe je dat? Probeer maar eens na te gaan als je met je vrienden of je partner of op je werk met een collega een gesprek voert. Hoe vaak stap je nou zo'n gesprek in met de intentie je eigen overtuigingen bij te stellen of zelfs helemaal te weerleggen? Dat doe je niet zoveel. Dat is heel moeilijk. Het geeft je ook houvast en zekerheid. Hè? De waarheden die je kent. Ja. Dus een belangrijke rol voor docenten weggelegd hier, denk ik. En opleiders. Misschien dat ze daar een psychotherapeut bij zouden kunnen inschakelen. Die ze helpt met reflecteren. Nou, ik heb eens een juriste gesproken die zich verwonderde over het gebrek aan kritisch denken in de medische opleidingen. Want zij zei als jurist, ze zei, het werd er bij ons ingestampt dat je niks zomaar mag aannemen en dat je overal kritisch naar moet kijken. En zij zei van ja, als wij dat in de les, in de colleges niet kritisch genoeg waren, niet genoeg kritische vragen stelden, dan kregen we eigenlijk op onze kop. Dus ik denk, nou, wat dat betreft in de opleiding tot juristen gebeurt dat misschien dan toch wat meer. Maar ik snap het punt ook, wat Floortje ook zegt, hè? Dat herken ik zelf, bij mezelf ook wel. Ik denk van, hé, ik betrap mezelf er soms ook op dat ik vastzit in mijn eigen ideeën en overtuigingen. En die komen uit de ervaringen en die ik heb meegemaakt. En dan probeer ik ook altijd te denken van, oh, maar ik baseer het wel op allerlei aspecten die ik van belang vind en vind kloppen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook echt klopt. Dus ik probeer mezelf ook altijd te dwingen om open te staan van het kan ook wel best anders zijn en iemand anders kan ook gelijk hebben. Ik hoef niet per se gelijk te hebben daarin. En dat is inderdaad wel een enorme uitdaging om daar scherp op te blijven. Nu zegt er ook iemand, er zijn ook succesverhalen met het afbouwen en het gebruiken van de psychiatrische medicatie. Je hebt natuurlijk die twee groepen. De ene groep, daar gaat het wel goed mee en de andere groep niet. Dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig, Floortje en Dick. Hoe denken jullie dat die balans nou ligt tussen de, noem het maar, de succesverhalen en de mensen die in een gat vallen of in een hele moeilijke spagaat terechtkomen? Hoe liggen die verhoudingen? Het is een lastige vraag, omdat ik dat niet exact zou kunnen aangeven. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om dat te onderzoeken. Want je hebt een verschil tussen de korte termijn effecten en de lange termijn effecten.
En ik denk dat de korte termijn effecten van medicatie voor best veel mensen positief zijn. Hè? Als ze helemaal vastzitten in hun denken of zo ja, eigenlijk ontregeld zijn dat er überhaupt geen gesprek meer mogelijk is, ja, dan kan medicatie wel als een soort breekijzer fungeren, waardoor er weer beweging komt. En ja, dat wordt dan als positief ervaren. Maar als je die medicatie vervolgens blijft doorslikken, dan kan er natuurlijk een heel ander effect optreden. Dat je last van bijwerkingen krijgt en dat het eigenlijk toch heel lastig is om autonoom als het ware aan je herstel te werken. Hè? Omdat toch die medicijnen ook de suggestie wekken dat dat deels ook een chemisch proces is. Dus ik denk dat het hoe langer het gebruikt wordt en hoe meer het verweven raakt in je eigen narratief en hoe meer ook bijwerkingen de balans tussen effecten en bijwerkingen verstoord raken, hoe negatiever die effecten zijn. Dus het ligt er een beetje aan in wat voor situatie, waarom je medicatie gebruikt en hoe lang je dat doet en hoe je begeleid wordt daarin en hoe ook het verhaal verteld wordt bij het voorschrijven van die medicijnen. Hè? Is dit een hulpmiddel om even beweging te krijgen of wordt het gepresenteerd als de oplossing omdat er een stofje in je hersenen ontbreekt? Dat zijn allemaal aspecten die bepalen of je wel of niet baat hebt bij die medicatie en of je daar een positieve of negatieve ervaring mee hebt, of beide. Oké. Ik weet ook niet hoe die balans ligt hoor, tussen mensen die er succes bij hebben en geen succes. Ik denk dat er wel een aantal belangrijke aspecten zijn. Met name het feit dat het natuurlijk beloop natuurlijk van een aantal aandoeningen toch wel gunstig is. Dus het is heel moeilijk te zeggen op basis van persoonlijke ervaringen van mensen wat er nu eigenlijk speelt, hè. Is het nu het natuurlijk beloop van de aandoening die gunstig is of niet gunstig? Of dat het effect is van een geïnteresseerde ofwel empathische arts die een belangrijke rol speelt, placebo-effecten. Al dat soort factoren spelen een hele belangrijke rol in een behandelrelatie. En op basis van persoonlijke ervaringen is dat eigenlijk niet goed uit te leggen. Ik heb in mijn boek Antidepressiva en Depressie heb ik een alternatieve verklaring gegeven voor het feit dat mensen ervaren dat ze baat hebben bij psychofarmaca, met name antidepressiva. En dat is, kijk eens, als je een depressie hebt, dan is ongeveer na 3 maanden is Ben circa 33% van de mensen is die depressie voorbij. Als je in die periode een antidepressivum gebruikt, dan zul je het feit dat je beter wordt toeschrijven aan het gebruik van het middel. Maar terwijl je eigenlijk gewoon zit te kijken naar het natuurlijk beloop van een depressie. Hè? Dus een ander punt is ook dat veel psychofarmaca, die hebben vooral een sederend effect. Hè? En dat is een effect wat sommigen van pas komt, omdat ze zich dan iets rustiger gaan voelen. Maar het is natuurlijk niet hetgene wat verondersteld wordt en wat ook nog door sommige psychiaters nog steeds beweerd wordt, dat er een tekort is aan bijvoorbeeld serotonine in je hersenen. Dus daar die punten vind ik toch wel van belang om mee te nemen in de afweging om de balans op te maken. Vraag van Martine. Ik vind dat er vanuit de EMA en de FDA een verplichting zou moeten komen naar de farmaceut dat voordat een middel wordt goedgekeurd ook onderzoek te doen naar de afbouw van medicatie, een soort nazorgplicht. Hoe staan jullie daar tegenover? Nou, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie suggestie. Ja, prachtig, want eigenlijk wordt soms ook wel medicatie toegelaten tot het pakket bijvoorbeeld, terwijl er eigenlijk nog niet echt hele duidelijke lange termijn effecten bekend zijn. Hè? Dan wordt er vooral naar trials gekeken
waarbij de effectiviteit gemeten wordt over een periode van een jaar, soms 2 jaar. Maar echte lange termijn effecten, dat duurt natuurlijk eindeloos voordat je zo'n studie kunt doen. Die zijn er vaak nog helemaal niet, hè, dat soort onderzoeken. Dus ja, ik zou dat een hele goede suggestie vinden, dat je eigenlijk in je trials in ieder geval kijkt naar een groep die zodanig opknapt dat ze weer onder de normale norm vallen, zou maar zeggen. En dat je bij die groep kijkt, kun je de medicijnen ook afbouwen en gaat dat moeilijk of makkelijk? En wat gebeurt er dan? Ja, dat vind ik een hele goede suggestie. Mm-hmm. Nou hadden we gisteren Mark Horowitz, die zei, ja, de meest gebruikte antidepressiva bijvoorbeeld, daarvan is het patent al lang verlopen, er wordt niet meer aan verdiend, dus ja, wie heeft er nog zin om daar uitgebreid onderzoek naar te doen, geld aan te besteden, kan ik me iets bij voorstellen, maar we hebben ook een psycholoog uit Brazilië, die vertelt dan bijvoorbeeld, dat krijg ik zondag, dat er daar op de praktijk, en hij werkt in een arme wijk, en daar komen de farmaceuten met grote dozen medicatie aan, iedere maand, en dat zijn allemaal nieuwe middelen. En die worden daar afgeleverd en die mogen de artsen gratis uitdelen. En nou, zo worden eigenlijk die mensen een beetje als, nou ja, proefkonijn, ik weet het niet. Ze mogen het eerste proeven in ieder geval van die nieuwe middelen. En dat wordt dan lekker alvast daar even uitgezet. En nazorg is er eigenlijk niet. Want op een gegeven moment zit die nieuwe medicatie gewoonweg niet meer in die doos. En dan, dan houdt het op. Die mensen zijn te arm om het zelf te kopen. Of misschien zijn ze wel zo ziek en wanhopig dat ze dat dan toch maar doen. En dat is iets wat een beetje ver uit ons blikveld ook gebeurt op dit gebied. Dat is natuurlijk. Sorry, bedoel je nu dat nieuwe medicijnen zijn die in de handel zijn gebracht? Ja. Ja. Okay. Ja, dat is real life testing, hè? Ja. Daar wil de farmaceutische industrie naartoe, ja. Hele slechte ontwikkeling uiteraard. Ja, dat is het zeker. Nou ja, ik heb hier, we hebben een heleboel vragen al beantwoord. En nou, mag ik nog eventjes die vorige vraag voor Floortje? Dat ging over het verplicht stellen van bepaald type afbouwonderzoeken. En dat natuurlijk vind ik dat ook uitstekend. Moeten we ons wel realiseren dat de EMA dat, en ook de FDA dat niet zomaar kan afdwingen bij een fabrikant. Daarvoor moeten ze wel in de gelegenheid worden gesteld door de politiek. Dus de politiek moet wetten bedenken of aanreiken of middelen aanreiken aan die registratieautoriteiten, dat ze dat kunnen verlangen van de fabrikanten. Anders gebeurt er niets. Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Absoluut. Dit vind ik een hele mooie conclusie of eindstelling van dat een stap voorwaarts zou kunnen zijn. Ja, prima. Nou ja, Dick, ik vind het jammer dat we je niet kunnen zien, maar we hebben je wel gehoord en dat was hartstikke goed. Hartelijk bedankt. En Floortje moet allemaal applausjes en hartjes, dus dat is leuk. En ik vond jullie lezing ook ontzettend interessant. Hele goede informatie. Natuurlijk, Ewout, ook enorm bedankt dat jij Dick en Floortje hiervoor gestrikt hebt. Het was mij genoegen. Ik vind het altijd fijn om hierover te praten. We kunnen hier ook heel lang over praten. Dus we gaan hier in de toekomst ook vast vaker over praten. Gaan we zeker doen. Oké, bedankt hè allemaal. Ja. Oké. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Dada.